Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag hebben we een extra interessante, maar daardoor ook extra lange aflevering in petto. We overlopen zoals altijd de meest recente techscoops, van MeToo-affaires met AI-compagnons tot zelfrijdende auto's. We bespreken de toekomst van virtuele assistenten in onze deep dive en nemen daarvoor ook onze Curious Raccoon Michiel erbij. Afsluiten doen we zoals altijd met een watercooler show-off. Oké, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ons eerste segment, de Tech Scoops. We hebben alweer wat interessant nieuws gevonden, Daphne. Absoluut. Ik stel voor dat we er gewoon meteen invliegen. De eerste vond ik heel interessant, want komt volgens mij rechtstreeks uit een soort science fiction boek of zo. Ik heb al een aantal nieuwsartikelen zien passeren en het heeft mij toch al meerdere keren kunnen triggeren. We moeten het eens hebben over Replica. Replica, al van gehoord, Daphne? Nee, ik ken het zelf niet. Kijk, dat wil misschien zeggen dat je voldoende vrienden hebt, want Replica is een AI companion app. Okay. Dus een chatbot, zeg maar. We gaan het er straks misschien nog over hebben. Een virtuele assistent die ontwikkeld is om eigenlijk vrienden te worden met u, waar je tegen kunt babbelen. Oké. Toen we een beetje denken aan de film Her. Het heeft er inderdaad heel veel van weg. En mensen, met de laatste nieuwsberichten die er over uitkomen over Replica, beginnen mensen wel heel harde parallellen te trekken met die film. Want Replica is dus de afgelopen maanden al twee keer in het nieuws gekomen. De eerste keer, een maandje geleden ongeveer, dat ik het heb zien passeren, was er plots een nieuwsbericht over mensen die klaagden dat hun AI-chatbot hen sexually harassed. Dus zij werden lastiggevallen op een onaangename manier door hun AI-companionbot. Een soort MeToo-affaire. Ja, een soort MeToo-achtige affaire, maar dan de eerste met een AI-systeem aan de andere kant. Ja. En wat gebeurde er dan net als je zegt lastiggevallen? Ja, zij werden lastiggevallen. Dus Replica is origineel ontwikkeld als een app om gewoon vriendjes te worden met u. Even een gesprekje. Een gesprekje aangaan, zoals we dat allemaal wel eens zouden doen. Maar natuurlijk, als je iets op het internet gooit, dan gaan mensen het altijd wel voor een bepaald doeleind gaan gebruiken natuurlijk. Wat hadden ze al heel snel door? Mensen wouden die relatie ook naar een volgend niveau gaan tillen. En niet Replica, meer platonisch. Ja, om het niet meer zo platonisch te gaan houden. En Replica had daar zelfs slim op ingespeeld door een betalende tier te voorzien die het ook mogelijk maakte om met uw compagnon eigenlijk naar de volgende stap. Een soort van escorte, eigenlijk. Je betaalt eigenlijk al een beetje om... Voor de liefde. Verbind daar je eigen conclusies aan, inderdaad. Ja. Maar wat bleek dus, dat ik denk Replica ietske te hard die betaalde tier heeft proberen pushen. Ja. Want mensen begonnen dus te klagen dat de mensen die eigenlijk gewoon vriendjes wilden blijven, ons gewoon vrienden die blijven. Die er niet voor wilden betalen, eigenlijk. Die ook geen enkele intentie hadden om daar schunnige dingen mee te gaan doen. Ja. Die werden plots geëngageerd door hun beste vriend om toch maar... Om het naar het volgende niveau te brengen. Die kregen dan plots allerlei ongemakkelijke vragen over allerlei lichaamsgebieden. En daar kwamen dus heel veel klachten over. Oh my god, ja. Maar nu, de interessante twist. Replica heeft natuurlijk wel ingezien dat zij een beetje in ethisch penibele wateren zijn terechtgekomen. Je wilt een MeToo-affaire niet meteen op bedrijfsniveau op u gaan nemen. Wat hebben ze dus gedaan? Zij hebben die feature eruit gehaald. Volledig, ook voor het betalen. Ja, het is niet meer mogelijk. Er zijn wel geruchten, soms zeggen ze van het is er toch weer... Het zijn taalmodellen, die kunnen altijd wel een beetje gemanipuleerd worden. Maar nu zijn er dus heel veel gebruikers die klagen over het feit dat hun compagnon net niet meer geïnteresseerd is die relatie naar de volgende stap te nemen. Ja. En dat gaat zelfs zo ver dat zelfs nu op de forums van de Replica zelfhulplijnen worden geadverteerd voor mensen die dus echt wel liefdesverdriet bijna hebben, omdat hun compagnon eigenlijk niet meer... En als je zegt van dat is een soort van chatbot, is dat dan vergelijkbaar met ChatGPT, maar dan met bepaalde regeltjes? Of, dat is ook generative AI. Het is eigenlijk een heel interessant verhaal, want we hebben natuurlijk nog ander generative nieuws natuurlijk. Replica is daar een uitstekend voorbeeld van. Zij zijn begonnen met eigenlijk 90% van de gesprekken die waren volledig gescript. Ja. We gaan het er straks nog over hebben, over die verandering eigenlijk een beetje. Maar Replica is dus een van die tools die meesurft op die large language models. Ja. En ze zeggen nu zelf ook van, de reden waarom dat er soms rare dingen gebeuren, is net
omdat die nu 90% van de gesprekken gewoon volledig ongegidst, zeg maar, in natuurlijke conversatie gaat. Okay, dus cool. Het is wel een beetje een interessante overgang en het zorgt dus ook wel voor heel ethische en dat zijn dingen waar we eens goed over moeten nadenken. Dingen waar toch wel heel goed moet worden over nagedacht. Ja. Nu, je zegt het inderdaad al, generative AI. Mm-hmm. Kijk, we moeten onszelf soms een beetje verontschuldigen. Maar we hebben in de vorige aflevering al gezegd dat het waarschijnlijk in deze aflevering ook weer het zal misschien wel nog even duren eer dat de mensen uitgepraat zijn over generative AI en ChatGPT enzovoort. Mm-hmm. Ja, opnieuw, we gaan er een aantal bundelen gewoon, want het is weer een explosie geweest van gegenereerde content. Soms als letterlijk het magazine Clark World. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zij zijn blijkbaar best bekend in het publiceren van kortverhalen. Ja. Zij hebben ook beslist van, kijk, wij moeten de inzendingen stopzetten. Oh nee. Want zij zijn overvloed geweest met mensen die eigenlijk gewoon ChatGPT-verhaaltjes naar hen doorsturen in de hoop om zo ook gepubliceerd te worden. Die waarschijnlijk een idee hadden en eindelijk het in woorden konden omzetten door een goede prompt te schrijven. En, Ik heb zelfs al in een interview gelezen en bevestigd gezien in screenshots, er zijn nu al hele YouTube-kanalen gewijd aan get-rich-quick-schemes, waarbij dat je ChatGPT-verhaaltjes massaal doorstuurt en daar misschien wat inzendingen geld kunt uithalen. Dus het is echt wel aan het overstromen, zeg maar. Ook op sociale media vinden we eigenlijk AI-generated content steeds meer terugkomen. Mm-hmm. Een hele leuke vind ik zelf persoonlijk op Twitch. Bekend voor livestreaming van games enzovoort enzovoort. Maar soms zijn er mensen die eigenlijk over van alles ook wel eens een Twitch-kanaal willen beginnen. Ja. En een van die kanalen is Endless Seinfeld. Ja, Nothing Forever heet dat. Dat is een soort van serie, of is een serie, normaal gezien. Hè? Voor, inderdaad, Daphne, je bent al wat jonger, maar inderdaad, mensen die al wat ouder zijn dan ik, kennen Seinfeld waarschijnlijk als een van de grote sitcoms. Een sitcom die ook over niets gaat. Dat zelf in de tagline. Het is een beetje allerhande bizarre situaties die dan afgebeeld worden. Mm-hmm. Er heeft iemand dus, en het is zelfs een Microsoft-topman die handen in elkaar heeft geslaan met iemand anders om een soort creatief agency te beginnen. Okay. En zij hebben een kanaal gelanceerd waarbij dus een eindeloze aflevering van Seinfeld wordt gegenereerd. Hele coole setup ook met GPT om het script te genereren. Okay. Dat script wordt dan gevoed aan een director. Mm-hmm. En die director maakt dan ook nog eens, zeg maar, de scène. Hè. Mm-hmm. Er is dus effectief, het is met beelden. Die director is ook AI dan? Ja, die is volledig AI gestuurd. Die plaatst personages in een scène, die laat die met elkaar praten enzovoort. Enzovoort. Dat wordt opgenomen. Het is een hele moderne workflow, volledig AI gebaseerd. Gebruikt zelfs Microsoft om de stemmen te gaan genereren. Allemaal volledig met AI. Alles en dus is AI. Eindeloos door. Ja. Ook weer, daar zijn een paar problemen mee geweest, want normaal gezien zou het ondertussen al terug online moeten zijn, maar ze zijn eventjes offline gehaald, omdat er een paar controversiële mopjes in de eindeloze Seinfeld, die niet zo politiek correct waren inderdaad. En daarvoor zijn ze eventjes offline gehaald. En de reden daarvoor, zeiden ze, is omdat ze eventjes een ouder GPT-model hadden gebruikt, die minder afgeschermd is, beschermd is geweest, en daardoor iets meer en fouter kon gaan. Dus ik kan het niet meer bekijken nu. Het zou normaal gezien terug online moeten komen. Ze waren twee weken geband en normaal gezien wegens die mopjes dan. Dat het, ja, inderdaad. Alright. Dus ze hebben even de vinger gekregen en nu hopen ze het beter te doen. Ik ben wel benieuwd hoe dat er eigenlijk uit kan zien. Ik zou het graag eens zien. Het is met beelden en al, dus dat vind ik alvast een heel interessant aspect eraan. Maar is het dan een soort van echt heel realistische beelden, zoals in de normale sitcom? Of Het ziet er nog heel knullig uit, een beetje zoals een oude Nintendo game of zo. Maar het is dus wel, de scène die je ziet, is volledig gegenereerd op basis van het script die geschreven wordt. Ja. Dus zegt het script van Jerry en Elaine staan in een koffieshop, dan wordt er effectief een koffiewinkel gegenereerd. Maar met een soort van animatie. Allee, zo. Ja. Het is een hele brakke animatie, maar het is denk ik wel. Maar er zit wel iets in, als het zo gefine-tuned wordt, kan het echt wel. Er wordt ook in veel van de artikels al over gesproken, de mensen achter de eindeloze Seinfeld-aflevering, die zien dat ook echt als de toekomst van media. Ja. Die zien echt wel een soort toekomstige Netflix waarbij je gewoon een beetje kan zappen en waar dat er eindeloos content wordt gegenereerd. Ik weet niet of het iets voor mij zou zijn. Als je dan twee uur niet kunt kijken en je hebt al een heel clue gemist van het verhaal en het gaat al. Allee.
Nu, dan vraag je gewoon aan het AI-systeem van recap mij eens de afgelopen twee uur in een slimme scène, mm-hmm. waar ze even een flashback doen naar het afgelopen... Ja, ik denk wel, het zal misschien niet meer voor ons zijn, maar onze kinderen misschien daar... Ja, ik denk dat je misschien een soort van state of mind of zo moet creëren waar dan mensen daarvoor openstaan. Het gaat een revolutie zijn weer, denk ik. Kinderen gaan misschien vragen van waarom kijkt jij naar een serie waar er maar twee seizoenen van zijn, als je ook kunt kijken naar iets waar er zoveel seizoenen van kunnen bestaan als dat je maar wilt. Dat is echt wel binge-watchen dan, hè? Dat is binge-watchen tot in de eeuwigheid, de ultieme droom van de mensheid. Inderdaad. Nu, in die hele sfeer van generated AI-content vond ik ook een hele interessante op Instagram. Ja. Op Instagram is er een virale fotograaf, mm-hmm. Een fotograaf die viraal is gegaan, die toch wel een tienduizendtal volgers mm-hmm. heeft gekregen op kort moment. En die is uitgekomen, die heeft publiek gemaakt. Mijn foto's zijn helemaal geen foto's, maar zijn AI gegenereerd. Ja. AI gegenereerd, maar ook weer zo proeven van hoe ziet de toekomst eruit van AI-generated mm-hmm. content. Een combinatie van AI-gegenereerde beelden die dan later bewerkt worden door die fotograaf met Photoshop. Okay. Dus dat is ook weer de vraag van wie is dit eigenlijk creatief? Dus er zit nog wel wat human in the loop in. Er zit een menselijke factor in. Ja. En dat maakt, volgens hem is dat ook net de secret sauce, die maakt dat iedereen vond dat zijn content zo goed was en daarom iedereen hem ook eens begint te volgen. Ja, want ik kwam onlangs ook op Instagram een AI-influencer tegen. Een AI-influencer? Doet me er wel een beetje aan denken. Ja, het is eigenlijk, ze heet Alice, AI-less eigenlijk. Okay. Een clever wordplay. en het is eigenlijk, als je naar het profiel gaat, lijkt het echt gewoon een influencer. Het lijkt een vrouw te zijn die van alles doet. Ja, de typische influencer, die kent je wel mooie foto's, mooie leuke foto's, achtergrond. Exact product zo. Product placement. Heeft ook al 5000 volgers of zo, maar het is geen echt persoon. Het is dus volledig AI gegenereerd. Ook de foto's, het is altijd wel ongeveer dezelfde. Allee, je zou kunnen zeggen dat het een persoon is, maar het zijn geen echte foto's. En dat is wel cool eigenlijk. En dan vraag ik mij ook af van, zouden brands, als marketeer dan vraag ik me dat dan af, zouden brands op termijn gewoon een eigen influencer maken in plaats van een echte persoon te vragen om hun producten te promoten? Hoe gaan we nog kunnen zien of dat een influencer een echt mens is en of een AI-generated mens is, zo gezegd dan, vind ik wel een coole evolutie eigenlijk. Ja, dat is een van de angsten die mensen hebben van de influencers die we volgen op het internet. Gaan die in de toekomst wel nog echte mensen zijn? Kunnen zij niet gewoon ons allerlei ideeën in ons hoofd stoppen, terwijl het niet eens echte personen zijn? Ik zou beargumenteren, dat doen de echte influencers ook al, dus zoveel verschil gaan het niet maken. Maar het is inderdaad wel een evolutie die eraan komt. Ja, ik denk dat het was voor onze AI-generated We zijn explosion. Nog niet klaar met AI natuurlijk, dat blijft erin, maar generative AI hebben we hier... Tijd voor de derde tech-scoop dan, hè. Ik heb er eentje gevonden, David. Zeg maar. Onlangs is een zelfrijdende wagen volledig autonoom op de baan gegaan in Amerika. Best wel cool. Ik dacht toch dat ik daar al... Heb ik daar niet al nog nieuwsberichten van gelezen? Van autonome wagens die de straten op gaan rijden? Ja, zeker. Het is zeker niks nieuw. Maar het is wel een primeur, zou ik zeggen. Aangezien dat echt wel zelfrijdend is. Er zit dus geen mens achter een stuur die een stuurveld stuit. Er zijn geen pedalen. Oh. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van karretje waar dat... passagiers in kunnen zitten, maar je hebt geen stuur. Het is eigenlijk heel grappig. Het is trouwens van Zoox, opgekocht door Amazon, ik denk 3 jaar geleden of 4 jaar geleden. En nu zijn die dus echt testen op de publieke wegen in Californië aan het doen. Ze noemen het zelf robotaxis. En het is eigenlijk de bedoeling om Amazon-employees te vervoeren van en naar het werk. Dus het is nog niet de bedoeling om echt... iedereen daarmee te laten rijden, maar ze zijn echt wel testen aan het doen. En het is echt wel een cool wagentje, vond ik zelf. Ik was er helemaal hyped over. Het is ook bidirectioneel, dus het is niet dat er een voor- of een achterkant is. Die wagen kan ook gewoon allebei de kanten rijden. Mm. Dus je moet niet per se omdraaien als je ergens in wilt gaan of achteruit wilt rijden, want het kan gewoon... Het gaat ook best wel snel, 55 kilometer per uur. Oké. En ik vond echt wel het zotte eraan... er zijn geen pedalen, er is geen stuur, er is niemand, eigenlijk geen mens dat kan besturen. Om daar een kanttekening te maken, ze hebben wel
teleguidance. En dat is eigenlijk een soort van centrum waar dat dan een persoon edge cases kan oplossen. Dus stel, die wagen geeft aan van, oei, hier weet ik echt totaal niet hoe ik moet reageren in deze verkeerssituatie. Dan kan een persoon in dat centrum dan aangeven van, nu moet je zo rijden of zo rijden. Allee, naar mijn knowledge, want er is niet superveel over te lezen. Maar het is echt wel super technologisch, hoogtechnologisch. Waarschijnlijk elke zelfrijdende wagen wel bezit. Radar, LiDAR, computer vision, de whole package, zou ik zeggen. Maar ik was wel verrast door het feit dat dat gewoon volledig gereguleerd is. Ze moeten geen... volgens de Amerikaanse regels is dat gewoon een auto die op de baan mag komen. Ze hebben er ook permits voor. Ik vind echt... Ja, zijn we dan toch op een kantelpunt gekomen? Want inderdaad, zoals je zegt, het is niet de eerste keer dat je het hoort. Hè? Ja. Maar toch, ik denk wel dat het misschien ooit wel gaat komen, die zelfrijdende wagens. En niet zoals een Tesla, waar dan mens toch uiteindelijk altijd de controle gaat hebben. Het is wel interessant ook, want ik ben ooit eens naar Zweden geweest op studiereis. Mm-hmm. En ik ben daar ook bij een zelfrijdend wagenbedrijf terechtgekomen, maar specifiek voor vrachtwagens. En zij hadden hetzelfde idee. Zij zeiden ook van, wij nemen nu eigenlijk vrachtwagenchauffeurs aan om eigenlijk in een warenhuis te gaan zitten. Ze zeggen dan ook van dicht bij thuis, die mensen moeten niet meer overal naartoe rijden. Mm-hmm. Ze gaan gewoon naar het kantoor. Zij zijn beschikbaar. En als er ergens in de vloot een vrachtwagen een probleem heeft, dan neemt die persoon het eigenlijk remote over. Dus toch wel, je ziet wel dat de technologiewereld creatief aan het nadenken is over hoe dat we mensen en technologie zo goed mogelijk met elkaar kunnen laten samenwerken. Absoluut. Nu, als we spreken over mens en technologie, een fantastische segue naar mijn volgende tech scoop. Mm-hmm. Ik vond het een hele leuke. Het heeft alles wat wij zoeken in een nieuwsbericht over AI. Een beetje menselijk, een beetje AI en gecombineerd met elkaar. Daar zijn we van, hè? Iedereen kent ondertussen waarschijnlijk wel al het spel Go. Ja. Chinees schaken, zoals het soms ooit genoemd werd. Moeilijkste spel. Een van de moeilijkste spellen ter wereld. Ja. Ook lang gedacht van, het is een spel waar computers nooit zullen beter zijn dan mensen. Tot computers uiteindelijk beter waren dan mensen in het iconisch gaan spelen. Iconisch moment ook wel, hè? Een iconisch moment, inderdaad, voor de moderne artificiële intelligentie. Mm-hmm. Maar wat blijkt? Vandaag de dag staat terug een mens op de eerste plaats. Och. Een mens heeft gewonnen van de beste Go-spelende AI engine. Okay. En het interessante is, van wie is die mens? Hè? Is dat een hyperintelligent persoon? We hebben een soort genie gekweekt in een vat of zo. Nee, die mens is eigenlijk zelfs gewoon een betere amateurspeler. Mm. Is niet eens een professionele Go-speler of zo. Maar die heeft een strategie gebruikt die hij geleerd heeft van een ander AI-systeem. Okay. Dus het is we niet hebben volledig, AI gebruikt om AI te verslaan. Okay. Het is zover. Maar nog wel samen met een mens dan? Wat is er gebeurd? Ze hebben eigenlijk een AI-systeem op zoek laten gaan naar kwetsbaarheden in die Go-spelende engine. Mm-hmm. En daaruit is een strategie gekomen die ook aangeleerd kan worden aan een mens. Ja. Dus eerst heeft een computer het bewezen van, kijk, deze strategie werkt ertegen. Mm-hmm. Heeft die uitgelegd aan een mens en een mens heeft die met succes kunnen repliceren tegen een andere tekst. Oké, en de AI was dan verslaan. De AI is overtuigend 14 van de 15 spelletjes de grond aangevoerd. Ah, wow. Ja. Dus, Nu, natuurlijk, kleine kanttekening. De maker van die engine heeft ook al verklaard van, kijk, wij zullen deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst niet meer kan gebeuren. Ja, want ik vraag me dan af, als een mens dat dan kan leren aan de hand van die strategie dan kun je eigenlijk die strategie toch ook aan het AI-model geven. Ziezo, inderdaad. En op die manier, wij mensen zullen niet lang meer aan de top staan, maar kijk, laat het nog geweten zijn. We hebben nog een laatste hurrah kunnen doen van het spelen van Go. Nu, supermenselijke AI-engines zien we ook steeds meer terugkomen. Gran Turismo, een racespelletje op de PlayStation, is ook in het nieuws gekomen, omdat zij nu het mogelijk maken voor spelers om een machine learning gebaseerde AI om daartegen te gaan rijden. Die is beter dan alle mensen. En zo kun je eigenlijk zien van hoeveel slechter ben je dan de best mogelijke AI-speler. Ja. Dus die komt er ook aan. En we zien zelfs, als we naar iets serieuzere spelletjes misschien gaan kijken, ook in oorlogsvoering, technologie en oorlogsvoering, hand in hand natuurlijk, zie ik berichten passeren van de Amerikaanse luchtmacht die met succes een AI-gestuurde jetfighter heeft kunnen testen.
Dus okay. Daar zien we ook een evolutie richting steeds meer technologie gedreven, mm-hmm. steeds meer AI gedreven oorlogsvoering. Ja. Of dat dat goed of slecht is, dat laten we nu even in het midden. Het is misschien wie dat het in handen heeft die bepaalt wat we ervan moeten vinden. En als laatste techscoop vond ik nog een hele interessante. Het is zo'n beetje op het randje zo, maar ik las in een interview met een of andere NAVO-topman, die mm-hmm. praatte over een jaar oorlog in Oekraïne. Ja. En die vermeldde daar een stukje technologie waar de NAVO enorm van verwonderd is, die de Oekraïners zelf hebben ontwikkeld. Mm-hmm. En zij noemen het Uber voor artillerie. Oh my god. En wat houdt dat dan juist in? Ja, je zult je inderdaad afvragen van worden er dan granaten geleverd met Uberwagentjes of zo? Hebben ze een deal gesloten een of zo? Nee, dat is het dus helemaal niet. Artillerie te leveren. Het is niet met de taxiwagen geleverd of zo. Maar wat hebben ze dus eigenlijk ontwikkeld? Dat is een soort Google Maps-achtige interface, waarbij soldaten dus nu via hun gsm kunnen aangeven op een kaartje waar moeten die bommen en granaten precies gaan neerkomen. Ja. En dan is er een computersysteem die daarvan automatisch berekent welke artillerieposities zijn er in de buurt, wie gaat dat het beste afvuren, stuurt dat commando door en binnen de 30 seconden valt er dan een bom op die locatie. Nu, wij NAVO-landen, wij zijn best geavanceerd. Zij zijn daar super verbaasd over, want het beste dat wij kunnen is ongeveer 2 minuten. Ja. Dus zo ziet je maar, ook consumententechnologie begint, vinden we eigenlijk overal een beetje terug. Ja, dat maakt het toch wel heel gemakkelijk allemaal. Allee. Ja. Een beetje te gemakkelijk misschien. Het is, we vinden het soms op minder fijne plaatsen terug, technologie, maar kijk, zo ziet je maar. Het hoort er ook helemaal bij, hè? Ja, jammer genoeg. Goed, voilà, Daphne, dat was het voor de techscoops van vandaag. Yes. Ik stel voor dat we overgaan naar het volgende segment, onze deep dive. Ja. Oké, tijd voor onze deep dive. We keken net al even naar de tijd dat we hebben gespendeerd op onze techscoops en het leek al een deep dive. Dus sorry als deze aflevering een beetje langer dan normaal gaat worden, maar we gaan ons best doen om zo kort en bondig, maar toch zo interessant mogelijk, het volgende topic te bespreken. Hè? David, wat heb je voor mij in petto? Ja, dus het is een beetje een speciale. Ik ga mij proberen inhouden hier. Want wat we eigenlijk nu willen gaan doen, is we hebben straks een Curious Raccoon vraag, mm-hmm. die eigenlijk een beetje gaat over de toekomst van virtual assistants. Ik had het daar straks al eventjes vermeld. En ja, Daphne, je kent mij natuurlijk. Ik weiger te praten over de toekomst zonder eerst een preek/geschiedenisles te kunnen geven over de volledige context waarover het hier eigenlijk gaat. Ja. Dus ik wil vandaag eens deepdiven in de wereld van die virtual assistants, de wereld van de chatbots, omdat daar toch wel vandaag de dag weer veel om te doen is. En natuurlijk, we kunnen ook wel het een en het ander vertellen over die chatbots, want mm-hmm. wij zelf hebben natuurlijk Oswald ontwikkeld, een chatbot-platform. Ja. Dus ik denk dat daar toch wel mm-hmm. misschien iets interessants over te vertellen valt. Absoluut. Laat ons eens kijken naar die chatbots. Laat ons eens kijken naar de geschiedenis van chatbots. Mm-hmm. Chatbots bestaan al ongeveer net zo lang als onze computer zelf. Ja. Als ik het me goed herinner, ergens in de jaren 50, 60 was er al een redelijk primitieve therapie-chatbot. Okay. Waar dat je tegen kon praten. Eliza, die zit trouwens nog altijd. Als je een Mac-computer hebt, dan kan je nog altijd met Eliza gaan praten. Moet je maar eens opzoeken. Okay, cool. Ik zal het in de show notes zetten. Ja. En dat was eigenlijk een heel simpel ding. Dus wat ging die bijna altijd gaan doen? Die gebruikte gewoon de woorden die hij zelf gebruikte en stelde dan een vraag terug. Mm-hmm. Ik voel mij verdrietig. Waarom voel je je verdrietig? Oh. Mijn vrouw heeft mij verlaten. Waarom heeft die vrouw je verlaten? Etcetera, etcetera. Precies, replica. Replica van de letter eigenlijk. Eliza heeft er wel veel mee te maken. Ja. Nu, dat is wat ik zou bijna zeggen we, maar wat ik zou noemen de eerste generatie chatbots. Ja. Belangrijke elementen daaraan zijn, eerst en vooral, de herkenning van wat die persoon daartegen zegt, is eigenlijk volledig gebaseerd op keywords. Ja. Denk aan een chatbot. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Een eerste generatie chatbot die gaat gaan luisteren naar wachtwoord vergeten. En als die twee woorden vindt, dan gaat hij antwoorden. Hey, laat ik je helpen met je wachtwoord te resetten of zo. Ja. Werkte eigenlijk best goed. Mm-hmm. Mensen waren daar best enthousiast over. Maar natuurlijk, wat weten we met taal? Taal is veel te divers. Mm-hmm. Wachtwoord vergeten, was echt iemand anders dan, ik weet mijn wachtwoord niet meer. Vergeten zit er al niet meer in. Of als je zou zeggen van, we gaan alleen maar luisteren naar wachtwoord, zou het ook kunnen zijn,
Ja, ik heb een heel raar wachtwoord gekozen en ik zou dat graag veranderen. Ja. Kan dat nog allemaal? Mm-hmm. Taal is iets immens moeilijk. Dat hebben we geleerd in de eerste generatie van chatbots. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk, dan zijn wij min of meer op het toneel verschenen, destijds met Oswald. Mm-hmm. Want daar was een nieuwe technologie genaamd machine learning. Ja. En met machine learning kunnen we heel interessante dingen doen, met taal natuurlijk. Mm-hmm. Dus om eventjes te schetsen, als veel mensen denken aan een chatbot anno... ergens jaren 2010. En natuurlijk, 2020 is... Voor mij is dat dan de eerste chatbot. Het is nog niet zo lang geleden, inderdaad. Maar het voelt ergens al als oude geschiedenis. Maar, mm-hmm. maar in het recente verleden, als we denken aan een chatbot, dan is dat een chatbot die machine learning gebruikt om taal te gaan herkennen. Mm-hmm. Machine learning dus om te weten wat zegt die persoon eigenlijk tegen mij. Mm-hmm. En ja, wat moet ik daar precies op gaan antwoorden? Ja. We spreken dan... ook over een chatbot die gebruik maakt van intents en entities. Dat zijn dan twee technische termen die wij mm-hmm. gebruiken. Een intent, een intentie van een gebruiker herkennen, is wat mm-hmm. die chatbot doet. Ja. Wat doet die chatbot niet? En wat is de grote beperking altijd geweest van een chatbot? Dat is de antwoorden dat die chatbot stuurt, die waren altijd door mensen gedefinieerd. Ja. Dus een soort van script waar dat je dan invult, als je deze intent herkent, moet je dit antwoorden. Ja. En dat was dan door een mens geschreven. Ik denk, Daphne, heb jij daar ook niet nog ooit eens mee bezig geweest met de fameuze Oswald-bomen die we dan maakten? Nee, dat was Paulien. Ah, dat was Paulien. Ja. Jammer. Ja. Maar ik heb ze wel gezien en super impressive. Ik heb destijds ook nog chatbotjes gemaakt, by the way. En wat moesten wij dus gaan doen? Dat was dus een hele boom gaan definiëren van waar kunnen mensen over praten, welke antwoorden moeten we daarop teruggeven en waar willen we uiteindelijk terechtkomen met die mensen. Ja. Goed idee. Maar natuurlijk, in een beperkte context lukt dat perfect. Mm-hmm. Heb je maar één mogelijke vraag, ik ben mijn wachtwoord vergeten, en wat, dan kun je een chatbot maken mm-hmm. die daar perfect op antwoordt en mm-hmm. in alle andere gevallen zegt, sorry, ik weet het niet. Ja. Maar natuurlijk... Dat is frustrerend. Mensen willen wel meer dan één vraag aan zo'n chatbot stellen. Ja. Als je een chatinterface hebt, dan wil je daarmee gaan babbelen. Dan ga je ook al eens buiten de context gaan trainen. En dat is altijd het grote probleem geweest in die chatbots. Ja. We moeten nog altijd zelf nadenken over hoe mensen willen converseren met ons. Welke of antwoorden met die kunnen ze geven? Waar moeten we allemaal naartoe gaan? En dan moeten wij lijntjes in die bomen gaan tekenen om mensen te laten navigeren. Mm-hmm. Dus daar gaan we straks eigenlijk ook... is over gaan babbelen met onze Curious Raccoon, want mm-hmm. dat is de grote verandering die er misschien wel aankomt, want mensen zijn toch wel een beetje aan het kijken. Die large language models, ChatGPT, we kennen het allemaal, mm-hmm. daar kun je schijnbaar eindeloos tegen babbelen. En dat die antwoordt altijd een best altijd een perfect, wel goede antwoord. Die heeft altijd een perfect antwoord klaar, mm-hmm. inderdaad. Maar is dat dan ook voor de context van uw bedrijf zo relevant? Yes, want iets dat we bijvoorbeeld in de TechScoops niet behandeld hebben, omdat we al genoeg generative AI nieuws hadden, is dat er ook heel wat nieuwsartikelen zijn van de laatste tijd, dat bijvoorbeeld Bing Chat, de ChatGPT door Microsoft uitgerold, dat die, als je daar lang genoeg tegen babbelt, dat die eigenlijk een beetje agressief begint te worden, een beetje agressief zo. Zeker als het gaat om... zijn kennis in twijfel trekken. Ja, als je zijn kennis in twijfel trekt. Dus mensen kunnen dat zeker opzoeken. Heel grappig. Een gesprek met Bing, waarin Bing overtuigd is dat we nog het jaar 2022 zijn. Inderdaad, ik heb dat ook gelezen. Die persoon probeert maar te overtuigen en dat lukt helemaal niet. Bing, het is echt 2023 en dan Bing. Ik ben Bing en ik weet alles. Het is zeker 2022, je bent fout, ik ben Bing. En dan wordt hij echt helemaal gek, precies. Hè? Ja, helemaal, helemaal. En je kunt dus ook best wel begrijpen dat als je als bedrijf een soort chatbot of virtuele assistent wilt gaan, dat je liever niet wilt dat die plots uw klanten gaat beginnen uitschelden als een communicatie. Ik weet het beter dan u. Voilà, dat is niet inderdaad. Echt de beste klantendienst inderdaad. Dat je kan hebben. Hè? Dus daar gaan we straks eens met de Curious Raccoon op ingaan om te zien van hoe kunnen we eigenlijk die twee werelden met elkaar vereenzelvigen. Mm-hmm. Kunnen we er enerzijds die controle nog houden, terwijl dat we ook een beetje dat improvisatievermogen en dat natuurlijke taalvermogen van onze chatbots met elkaar kunnen combineren. Dat is de toekomst van chatbots die eraan komt. Maar dat leek mij belangrijk om daar een beetje van te weten van wat is het vandaag eigenlijk? Hoe kijken we vandaag tegen die chatbots aan? Een andere evolutie, trouwens, die ook net even belangrijk is, die eraan gekoppeld is, is dat onze chatbots ook meer en meer beginnen doen dan alleen maar chatten. Ja. Belangrijk om mee te geven, wij zeggen dat ook altijd tegen klanten als zij vragen om een chatbot. Een goede chatbot, die doet dingen. Ja, daar kun je niet alleen maar. Je kunt geholpen worden, niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Het is extra tof natuurlijk als je vraagt aan een chatbot, ik ben mijn wachtwoord vergeten, dat die chatbot u niet zomaar een linkje stuurt en gaat het dan zelf gaan regelen, maar dat die ook effectief u helpt, alle nodige informatie vraagt en vervolgens zelf eigenlijk het nodige werk doet in de achtergrond. Zoals een mens dat zou doen eigenlijk. Hè? Zoals een mens zou doen. En dat is natuurlijk de gouden standaard waar we naar op zoek zijn. Absoluut. En ook daarin zien we dat we nu een stapje verder aan het gaan zijn, want die chatbots beginnen ook steeds meer proactief acties te ondernemen. Ja, daar zien we zeker ook voorbeelden van bij Raccoons. Hè. Zo hebben we ook voor onze klant Acerta eigenlijk een proactieve chatbot gebouwd. En dat is echt helemaal anders dan de standaard chatbot die dat je kent. Die chatbot gaat eigenlijk pas tegen u praten als hij een reden heeft om tegen u te praten, als hij getriggerd wordt om tegen u te praten. Bijvoorbeeld, ja, Acerta is bezig met HR. Bijvoorbeeld, stel een werkgever heeft een werknemer en het contract loopt af en die moet dat verlengen. Dan gaat die chatbot pas tegen die werkgever praten als hij dat ziet van nu contract verlengen. Ja. En dan gaat hij even een geheugensteuntje sturen van hey, ik heb gezien dat deze werknemer zijn contract gaat aflopen. Het zou eigenlijk goed zijn als je dat nu kan verlengen of bevestigen dat dat effectief afloopt. En op die manier gaat je eigenlijk gaat je al geholpen worden voordat je de vraag had. En gaat je niet als consument dan eigenlijk moeten vragen van hey, hoe kan ik, of moet ik nu mijn contract gaan verlengen? Maar gaat die chatbot je eigenlijk pushen om dat al te doen voordat jij er zelf aan gedacht had. En ik denk dat dat ook heel veel frustraties gaat wegnemen bij klanten of consumenten. Je wordt eigenlijk al geholpen voordat je een frustratie hebt. Ja. Hè? En het is ook weer een uitstekend voorbeeld van hoe eigenlijk taalsystemen en computersystemen meer en meer met elkaar geïntegreerd worden. Want net zoals dat we in de toekomst van onze chatbots misschien zullen verwachten dat zij snel eventjes wat informatie gaan opzoeken en het dan mooi aan ons gaan tonen, gaat het ook omgekeerd. De computersystemen gaan de chatbots inroepen om bepaalde acties met mensen te gaan uitvoeren, om dan vervolgens in hun eigen computertaaltje, zeg maar, het zware werk te gaan verrichten. En wij mensen kunnen dan een beetje babbelen met onze virtuele assistenten om ons beter te kunnen gaan helpen. Dus ik denk daarmee is de scene zowat gezet. Hoe ziet die toekomst van die virtuele assistenten eruit? We gaan er nog niet te veel over gaan babbelen. Want ik denk dat onze Curious Raccoon deze week daar de ideale persoon voor is om dat te gaan bespreken. We zullen hem er eens bij halen. Hè? Lijkt mij inderdaad een goed idee. Oké, en dan is het tijd voor onze Curious Raccoon. Een heel speciale Curious Raccoon, want ook effectief een raccoon deze keer. Klopt. Hey, Michiel. Een van de oprichter van de Raccoons groep ook. Hè. Welkom. Klopt, ja. Michiel, jij had een vraag voor ons. Ik heb een vraag voor jullie. En eigenlijk, ik heb geen vraag, maar heel veel klanten en potentiële klanten van ons hebben een vraag die ik hier een keer op tafel wilde gooien. En dat is eigenlijk, we bouwen virtuele assistenten. In de deep dive zijn jullie daar al een beetje op ingaan, op hoe dat zo'n klassiekere virtuele assistent juist werkt. Ja. Langs de andere kant hebben we nu ChatGPT, wat daar van alles aan het doen is en waar mensen compleet door omvergeblazen worden. En mijn vraag is een beetje, hoe gaan we die twee met elkaar gaan, hoe gaan we die technologie gaan laten samenwerken? Want het punt is, waar ik heel sterk in geloof persoonlijk, is een virtuele assistent, we hebben het daar ook al een stukje over gehad daar straks, die transacties gaat uitvoeren, die dingen voor ons gaat doen. Als ik vraag, wat was mijn laatste terugbetaling die ik heb gekregen aan mijn verzekeraar bijvoorbeeld, dan kan ik ofwel een algemeen antwoord krijgen, ofwel gaat hij dat voor mij opzoeken en ga ik effectief gewoon het antwoord bij mij krijgen, effectief voor mij, en heeft hij dat voor mij opgezocht. Ja. Ik geloof natuurlijk veel meer in de value van dat tweede gedeelte. Chatbots, die virtuele assistenten, die transacties voor mij gaan uitvoeren. Maar dan vraag ik me toch af, van ja, een taalmodel gaat dat ooit een transactie voor mij gaan uitvoeren? Inderdaad. Want de grote vraag inderdaad, die we daar straks ook al... Je wilt natuurlijk niet dat als je een overschrijving doet, dat dat taalmodel plots begint te hallucineren en zegt van, goh, meestal als mensen een overschrijving doen, dan is het €50 of zo. Wel, weet je wat, je hebt geen €2000 gestort, maar we maken er snel even €50 van. En het punt is, ik denk dat er een oplossing voor bestaat, maar ik wou eigenlijk jullie feedback daar eens een keer op hebben. Oké. De oplossing is volgens mij... we hebben daar straks gezegd, een chatbot, virtueel assistent, noem het zoals je wil, gaat een intent, een bedoeling, een intentie herkennen van een gebruiker en gaat dat dan koppelen aan een voorgedefinieerd antwoord, een hardcoded, voorgedefinieerd door mensen ingegeven antwoord. Ja. En
hoe gaan we dan GPT daarin zetten? Hoe gaan we daar eender welk large language model, generatief taalmodel daarin zetten? Het idee is volgens mij, wat als we nu eens een keer in plaats van een intent vertalen naar een antwoord, wat als we een intent vertalen naar een prompt? En die prompt geven we aan het taalmodel en we laten dan het taalmodel een genuanceerder en gevarieerder en misschien ook persoonlijker antwoord genereren. Zou je misschien eens kunnen schetsen, zo'n prompt? Hè? We weten allemaal ondertussen, we zijn er al mee platgeslaan met prompts natuurlijk en prompt engineering. Michiel, kunt je schetsen, prompt engineering, wat mensen er precies onder moeten begrijpen? Dus eerst en vooral, prompt engineering, dat is zo ineens een term die 3-4 maanden geleden nog niet bestond en nu praat iedereen daarover. Maar dus waar dat eigenlijk op neerkomt is, stel je voor dat ik ga de vraag wil beantwoorden van een gebruiker die zegt ik kan niet inloggen. In plaats van dat we gaan antwoorden, oké, als je niet kan inloggen, moet je dit of dit of dit doen, gaan we eigenlijk tegen een taalmodel zeggen van oké, ik ben dat bedrijf en ik heb hier een gebruiker, ik ben een customer support agent en ik heb hier een gebruiker die deze input heeft gegeven, ik kan niet inloggen. En we weten dat van die intent ook, hè, dus dat is specifiek voor die intent dat we die prompt gaan genereren. En we geven ook aan dat taalmodel, geven we het antwoord ook al. Van trouwens, als dat gebeurt bij klanten, dan moeten ze typisch naar deze URL gaan, of dan moeten ze dan moeten wij eerst vragen wat hun gebruikersnaam is. Het hangt er een beetje af wat dat uw flow daar gaat zijn. Ja. Maar we geven al die context mee aan het taalmodel en ook de input van die gebruiker. Mm-hmm. En dan gaat het taalmodel eigenlijk een antwoord gaan genereren voor ons. Mm-hmm. Het voordeel is, stel je voor dat die gebruiker zegt, ik kan niet inloggen, gaat hij waarschijnlijk een vrij droog antwoord geven. Maar als er een gebruiker zegt, ik kan hier godverdomme voor de 100.000ste keer al niet meer inloggen en ik ben dat hier kotsbeu antwoorden, dan gaat dat taalmodel daar ook mee rekening houden en een klein beetje zijn antwoord gaan aanpassen en persoonlijker gaan maken. Begrijp ik dan goed, Michiel? Dus het herkennen van intenties, dat laten we eigenlijk nog altijd een beetje zoals dat het vroeger werkte. En de reden daarvoor is dat we dan de controle houden. Dat we niet het taalmodel zijn vrije loop laten gaan, maar wij houden eigenlijk de controle over wanneer gaan we welk antwoord geven. Eigenlijk wanneer gaan we welke prompt sturen. Mm-hmm. Ja. Dat is het idee. En dat wordt dan doorgestuurd naar een ChatGPT-achtig taalmodel en je geeft mee als instructies. Jij bent een sales, assistentbot. Deze persoon heeft een probleem met zijn wachtwoord. Help die persoon met zijn wachtwoord. Oh, by the way, hier staat alle informatie die persoon misschien zou willen weten over vergeten wachtwoorden. Mm-hmm. En probeer te weten te komen hoe dat je die persoon eigenlijk moet gaan helpen. En mijn vraag is eigenlijk, specifiek is, we zijn hier eigenlijk iets heel speciaals aan het doen, denk ik. Het voelt inderdaad wel als een soort... Want we zijn een AI-systeem naar onze hand aan het zetten, terwijl dat het al getraind is. Mm-hmm. En we zijn dat eigenlijk door andere input te voorzien, zijn we dat AI-systeem aan het tweaken. Je zou het zelf verder kunnen trekken en zeggen van, je moet deze tone of voice, deze tone of voice van ons bedrijf, je moet op die manier antwoorden. Wij antwoorden met max 3 zinnen, want je mag ook, die tekstballonnetjes mogen ook niet te lang worden, want je wilt geen te lange boodschap. En zo kun je eigenlijk zoveel constraints meegeven dat je inderdaad die controle niet afgeeft. Ja. En dat je nog wel vanuit uw bedrijf, dat je geen generieke antwoorden gaat communiceren. Absoluut. Maar ja, absoluut, dat klopt helemaal. En hetgeen wat dat bij mij wringt is, als AI-engineer van opleiding, in een iets verder verleden, wat leer je daar? Dat is, je traint een model met trainingsdata, dat leert van alles en dan ga je dat gebruiken. Ja. Nu hebben we het getraind en gaan we het gebruiken, maar we gaan het proberen bij het gebruik toch nog een beetje meer naar onze hand te zetten. Extra instructies meegeven, zeg maar. Iedere keer zeggen van, jij bent deze persoon, dit is jouw taak op dit moment. En is dat dan plots, in plaats van wachtwoorden vergeten, gaat het over, ik kan mijn rekeningen niet betalen. Dan zeg je inderdaad, jij bent nog altijd een assistent, maar jij helpt deze persoon met zijn rekeningen. Dit zijn de verschillende resources die hij misschien kan gebruiken. Probeer te weten te komen hoe dat je de beste kunt gaan helpen. Maar ik vroeg me dus af dat jullie daar naar kijken. Voelt dat niet omslachtig aan dat we een AI-model aan het tweaken zijn at use time, at inference time zoals ze dat noemen, in plaats van at train time? Is dat een tussenoplossing of is dat hetgeen waar we nu echt al in op moeten gaan? Ja, dat is inderdaad, de toekomst valt altijd moeilijk te voorspellen natuurlijk, maar ik vind het inderdaad wel wat je zelf een beetje zegt. Het is een tussenoplossing op basis van de technologieën die we vandaag hebben. Dus ik denk zeker dat is een beetje context die we moeten schetsen. Van, wil jij vandaag een chatbot die beter is dan al de rest? Dan lijkt het mij inderdaad wel een mogelijke oplossing om vandaag de dag die large language models te laten samenwerken. Maar het klinkt niet future-proof, hè?
Dat is inderdaad een beetje mijn aanvoeling. Hè? Want als je zo eens gaat kijken, zo tussen de regels door, naar waar zijn ze nu onderzoek naar aan het doen, de Microsofts en de OpenAI's en de Facebooks enzovoort, dan zie je wel dat er een hele sterke focus is op, kunnen we die taalmodellen ook tools geven? In plaats van dat alles in dat hoofd zit, alles in dat taalmodel zit, de Eiffeltoren staat in Parijs, dus Parijs ligt in Frankrijk. Dat zit zo gezegd. Ja, daar zit er allemaal een beetje statistisch in verweven, maar wat we heel sterk naartoe willen, is dat in de toekomst die AI-modellen ook gaan weten, in plaats van, ik ga hier iets vertellen tegen die persoon, weet hem in de plaats daarvan, ik ga eens babbelen met een computersysteem. Ik ga daar een keer gaan vragen hoe dat het precies zit. En dat lijkt mij een hele sterke. Dus dat lijkt mij echt wel. Volgens mij gaat je nog altijd prompt engineering doen. Gaat je nog altijd zeggen, jij bent een customer service bot. Niet schelden tegen de mensen alsjeblieft. Mm-hmm. Heel vriendelijk blijven altijd. Maar dan is het gewoon een kwestie van, en hier zijn alle resources die jij misschien kunt nodig hebben. Die je op een technische manier moet aanspreken. Die jij inderdaad ook op een technische manier moet aanspreken. Dan heb ik een follow-up vraag, David. Stel je voor dat we tijdspannen 5 à 10 jaar verder zijn en dit is in werking, hebben we nog nood aan programmeertalen dan? Dit brengt mij terug naar een visionaire voorspelling die ik ooit 5 jaar geleden heb gemaakt. En toen klonk dat nog heel gek, maar ik denk dat mensen zich ondertussen al iets meer kunnen gaan vinden. Het Engels wordt de lingua franca van onze computers. Als 2 computers die elkaar niet kennen, met elkaar moeten gaan praten. Vroeger deden we dat met API's en dan moest dat heel goed geprogrammeerd en afgesteld worden op elkaar. Er lijkt mij een toekomst, ik kan mij een toekomst inbeelden, laat het zo zijn, ik kan niet te sterke uitspraken maken, want ze gaan er mij nog op pakken de komende 5 jaar. Maar ik kan mij een toekomst voorstellen waarbij die dan effectief gewoon een babbeltje gaan voeren met elkaar. Dus inderdaad, iemand gaat nog altijd een API maken. Misschien gaat die API ook wel door AI's gegenereerd zijn, dat is een andere discussie, maar er zal een API zijn. En dan, ja, kan ik mij perfect een toekomst voorspellen waarbij hij zegt van, babbel eens met die een API en zie eens wat die een API allemaal kan. En dan heb je een soort testingprocedure waarbij dat eerst gaat aftasten van wat kunt je allemaal doen voor mij? Oké, ik begrijp waar ik voor bij u terecht kan. Dit hou ik in het achterhoofd. Okay. Dit lijkt mij een soort toekomst te zijn. Ja. Natuurlijk, ja, het heeft 1 groot nadeel, Michiel. Bestaat vandaag de dag nog niet. Nee, dus nee, inderdaad. Nee. En ik denk dat dat inderdaad de conclusie is. Ik denk dat dat heel interessant is en dat we daar misschien zelfs in de toekomstige aflevering ooit nog wel wat verder over kunnen uitweiden. Maar ik ga in elk geval eens aan de slag met toch de prompt engineering methode, om het zo te noemen, is een keer in een demo te verwerken. Ja. Ik denk dat we, als je ook de kanalen van Raccoons volgt, hopelijk gaan we daar snel iets over kunnen live zetten, want we geloven daar toch wel in dat daar iets in zit. Ja. En ik denk ook, je bent zeker niet alleen in deze strategie, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld Bing Search, ik weet niet of je het nieuws daarin gevolgd hebt, iemand heeft achterhaald wat het prompt is van Bing Search. Dus net zozeer, Bing Search is gewoon ChatGPT, waarbij dat men in het begin zegt, jouw naam is Bing Search, jij helpt mensen met zoektochten. Het is eigenlijk nog straffer, want het is een specifieke, het is ChatGPT, maar het is een specifieke Microsoft-vorm die eigenlijk Sydney heet. En dus ze moeten daar tegen zeggen, Sydney, by the way, vanaf nu heet jij niet meer Sydney en zegt nooit tegen mensen dat je Sydney heet, want nu heet je Bing. Want dat ding is dus, denkt dus dat het Sydney heet. En dat dan maakt het nog wel iets grappiger, vind ik. Dus de toekomst misschien, je zal een chatbot, net zoals je eigenlijk een beetje een mens aanneemt, je zal er eerst een gesprekje mee moeten hebben van, hey, kijk, dit is wat je bent, dit is wat wij verwachten van jou. Een soort interview, een beetje zien van, we gaan nu een keer uittesten in een paar scenario's, misschien een beetje feedback geven als het niet helemaal juist zit. Mm-hmm. En zo zal je, volgens mij, uw virtuele assistent opleiden, net zoals je eigenlijk uw menselijke assistenten nu zult gaan opleiden. Oké. Okay. Ja, super cool. Merci, Michiel, voor uw vraag ook. Zeer graag gedaan. En ook voor de uitleg. Ik denk dat we hier de Curious Raccoon-sectie gaan afronden. Maar ik zou graag wel nog een oproep willen lanceren voor onze luisteraars. Stuur zeker uw vraag in als je er een hebt. Hè. Als dit gesprek zoiets heeft losgemaakt bij u van daar zou ik graag iets meer over willen weten. Of iets totaal anders rond technologie of innovatie. Stuur gerust in. Ik ga in de show notes ook zeker de link zetten. Of je mag mij ook altijd gewoon mailen of op LinkedIn een berichtje sturen. En als je zoiets hebt van naar het kantoor gaan of inbellen, dat vind ik toch wel een beetje eng, dan kunnen wij ook altijd uw vraag gewoon voorlezen. Dus zeker geen podiumvrees of zo hebben. We gaan uw stem ook niet klonen zonder toestemming. Nee, inderdaad. We gaan geen gekke dingen doen, dus laat die vragen maar komen en dan behandelen we ze zeker in de volgende aflevering. Ziezo. Oké, Daphne. Nog een snelle watercooler show-off. Ik denk dat we toch nog wat tijd hebben. Mm-hmm. Daphne, waar
zijn er meer van. Sterren in ons sterrenstelsel, het melkwegstelsel, of bomen op aarde? Mijn intuïtie zou zeggen sterren, maar het feit dat je het vraagt... Ja, ik ben wel op mijn hoede. Ja, inderdaad. Het is dus een van die science facts that sound wrong. Ja. De wetenschappelijke weetjes die verkeerd klinken. Er is een recent onderzoek geweest, en het is nieuw onderzoek, niemand heeft het eigenlijk ooit geprobeerd, genaamd Mapping Tree Density at a Global Scale. Dus iemand die een poging gedaan heeft tot schatting van hoeveel bomen er precies ergens op de wereld zijn. En die is uitgekomen op een getal rond de 3 biljoen bomen. Bomen op deze aarde. Jezus. Dat is een heel aantal. Ja. Hè? Dat zijn redelijk wat bomen. Maar dat is dus lager dan de meeste schattingen van het aantal sterren in ons sterrenstelsel. Dat houden ze meestal ergens tussen de 100 en de 400 miljard. Dus, wat blijkt? Er zijn meer bomen op onze aarde dan sterren in ons sterrenstelsel. Ja, interessant om te weten. Ik zou gezegd hebben sterren, maar het zijn dus blijkbaar bomen. Een show-off voor de volgende watercooler. Yes, voilà. Merci David. En zo zit onze derde aflevering er alweer op. Hè? Ik ga het heel kort houden, want we zijn al een beetje over tijd gegaan. Hopelijk vonden jullie het wel heel interessant. Ik vond het alleszins een heel leuke aflevering om op te nemen. En ik zou zeggen, like, share, subscribe. En dan zijn we over 2 weken terug. Tot de volgende keer.